Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus, de quest battle tussen Sander van Gaming SB en mijzelf. In deze serie doen wij iets heel cools, namelijk alle quests tot Folo. En wie het eerst alle quests tot Folo gedaan heeft en Folo heeft verslagen, is de Ultimate Quest Battling Master. Quest Battling Master? Hoe? Ja. Oh, je jumpt hier met... Ik heb er ook problemen mee. We komen net uit Scarlet en Violet, zeg maar. We hebben denk ik... Nou, hoe lang ze wel niet opgenomen hebben? Sinds Scarlet. Al zeker een maand niet, denk ik. Sowieso ja, voor Scarlet en Violet. Dat? Ja, sowieso voor Scarlet en Violet. Nou, dat man. Freak, ik weet niet of jullie dat horen. Nou, boeien. Dat was bij mij. Je hoort een appgeluid. Deed er iets kabooming? Nee, maar wel zo'n... Pideum, pideum. Ja, van de apping. Zo, oh, je hebt hier wel fall damage. Kutzooi. Je hebt hier wel fall damage. Ja, je kan hier niet zomaar overal naar beneden springen. Ja, nou, daar kom je lekker laat mee. Nee, ik dacht, je bent zo slimpie. Ja, dat ben ik ook wel, maar... Wat? Wat moet deze guy hebben van mij? Een potje. Een dozen klopsing? Nou, ik laat jou even zo'n dozen klopsing zien, hoor. Dit kijk, you really brought it. No, don't bring it out. Ja, nu wil ik het outbrengen. Kom op. Die jump van die... van die Stantler Evo, die is ook niet echt hoog. Nee, maar wij zijn Miradon en Bastiodon geweest. En niet Bastiodon. Corridon. Ja, die. Allemaal dons. Rhydon. Ook een don. Ride on these nuts. Ah! Jij bent zo funny guy. Ik probeer te achterhalen hoe ik dat kamp tevoorschijn krijg, want dat lukt me niet helemaal. Concentratiekamp? Nee, niet dat kamp. Sorry, flowing. Oké. Okay. Weet ik niet. Nou, daar heb ik dus weer helemaal geen drol aan. Doe nou niet zo gemeen. Ik ben gemeen. Ik doe mijn besting. You do be besting, terwijl ik doe mijn besting. Freak, nu ga ik dashen. Ik wou... Double dashen? Ja, dat is zo'n kart. Karting de Mario Wing. Ik heb een Murkrow, een Dustox, een D-Watt, een Kadabra, een Haunter, een Roselia en een Murkrow. Oké. Eater rain, deed it me. De Lipa Murkrow flavoring. Oh ja, dat moest ik doen, ja. Oh ja, niet doodgaan, want dan... In deze game heeft dat gevolgen. Hallo Gaming SB. Hallo, man. Hallo. Isaac? Hallo, mijn heer. Van die Newton? Oh, Iskan. Never mind, ik kan niet lezen. Paulina, dat is van de Mario Odyssey. Ik gooi even mijn pet wel weg, anders. Ah, je moet een grappling bam. En dan ga ik zo jumpen en dan jump ik op dat petje en dan ga ik zo super hoog en dan bam. Speedrun tactics. Dat is ook echt hoe het in real life gaat. Zeker. Dat is een Engels leenwoord. Dat klopt, ja. Shra! Sorry, die Basque Legion deed Shra. En ik wou het heel graag Shra doen. Snap je wel? Lijkt op nadoen. Je bent een funny guy. Hij deed weer Shra. gelukkig vind jij jezelf een funny guy. Ik vind jou ook wel een funny guy, Sander. Dank je. Nu de vrouwtjes nog. Ook vrouwtjes van de je hoort hem wel. Jazeker hoor ik hem. Nee, Jordi, jij telt niet als vrouw. Oh, is als hij zich identificeert als vrouw, dan telt hij zeker als vrouw. Oké, dan wel, ja. Oké, never mind, Jordi. Als jij je identificeert als vrouw, tel je wel als vrouw. En dan vind ik het fijn dat je me funny vindt, maar ik hoop er eigenlijk op echte... Nee, dat klinkt ook... Ja, dat maakt het niet echt beter. Never mind. Zo. Arme Growlithe, ze kunnen niet eens zien. Wat een loser, girls.
Waar is die Do-Pokémon? Die kan wel zien. Fido? Ja. Die heb ik shiny. Maar ja, welke Pokémon inmiddels niet? Shiny. Ja, dat wou ik net zeggen. Je hebt echt de hele Pokémon. Ja, voor je Coco niet? Nee. Nu doe jij leaking. Oké, bijna de hele Pokédex. Maar doe dan lekker zo'n Herba Mystica sandwich. Dan krijg je ook alsof ik die heb. Ja, dan moet je gewoon meer van die raids doen. Maar ik ben nog aan het Mashudam effort. Ja, oké, maar ik kan ook niet zeuren. Ik ga dit weekend wel lekker. Dit weekend was 4 december trouwens voor de mensjes onder ons. Ja. Ik heb 3 random encountertjes gewoon gebam, kaboom, kletskebam inkt. Kletskebam inkt? Ben jij zo'n sokken? Ja. Nice. Wat? Ik wou die Gengar gaan vechten en dan is die Gengar weg. Nou. Geef me nou gewoon die Basculegium. Jezus. Ik moet eens oefenen. Echt. What a bitch. Bitches. Help Paulina. Ja, sure. Geef me gewoon. I love 5 uur cutscene, man. Ik hou echt van 5 uur cutscene. Kunnen ze dat niet meer doen in Pokémon games? Van, we kunnen wel zijn moe gaan spelen. Nou, dit is bijna erger, joh. Nee, dat zijn leugens. Yo, ik kan Basculeon gebruiken. Wat vet. Weet je wat nog het ergste, Sander? Dan heb je een 5 uur cutscene gehad en ze hebben je nog steeds niet laten zien hoe je hallo zegt in Hisui. Hè? Maar hoe doe je dat dan? En waarom... Oh ja. Ik kan niks. Ik kan niks ook. Gewoon niet. Ik kan dit niet. Nee, ik kan gewoon niks. Nee, ik kan echt niks meer in deze game. Omdat ik andere gaming gewend ben. Gaming, dat is een Engels woord. Switchen is een beetje raring. Switch? Spelen wij op een Switch, boyo? Switchception? Of is dat niet hoe dat werkt? Nee, dat is wel hoe dat werkt. Gelukkig. De lijpe Murko Flavor. Iedereen die doet mee. De heel ziek dat ze meedoen. De Basque Legion is ook heel ziek. Tentacool? Oké. Okay. Dat is van die kut Pokémon. Dat is een tent die niet zo cool is. Throw Pokéball? Ja, doe maar. Ik weet niet of ik hem al heb. Straks moet hij 5'80" zijn of zo. En dan. Ik weet niet hoe Amerikaanse dingen werken, maar. 5'80. Hoe groot is dat ongeveer? Sorry, ik werk niet in het debiels. In het debiels? Ja. Nice. Dat heet ook de debiel system volgens mij. We hebben metrisch systeem en dan hebben we debiel systeem. Ja. Ja. Fun facting. De fun facting met Sandring. Ja. Nou, hebben we ook meteen weer de titel. Fun facting met Sandring. You don't have place in your satchel for that, for what? What the frick? For pocketable stars. Get the monster. Ik weet dus niet, volgens mij ben ik echt super low level. Dus ik ga nu wel mooi... Zo van... Yo. Maar misschien is zo van yo helemaal niet handig, yo. Yo, yo. Bedoel ik. Oh, yo, Clover, Coin en... Hoe heet zij? Candace? Charm? Candace. Die... Candace is Clover, is... toch? Die lijkt toch het meest op, bedoel ik. Take back the Growlithe that Mrs. Nee. Fortune stole. Candace lijkt het meest op Sam. Candace. Oh, zo. So, Candace van Phineas en Ferb. En dan Sam van Totally Spies. Ja, omdat we het nu over Clover hadden. Ja, ja. What the frick? Ik word geroast. Snap je? Ja? Snap je? Boven de kant? Snap je? Nee, want jij ziet mijn scherm niet. Oh, zo'n Macking Marring? Ja, die ken je? Ja, die ken ik. Oké. Okay. Die deze van...
Yo, ik stuur even vuur op je af als de Zuko die ik ben. Als de Zuko die ik ben. Ja, hij heeft alleen geen litteken. Maar die kunnen we wel creëren. Oh, Megging Maring. Maring the Mac. Maring the Mac. Maring the Mac. Geen Pokeball voor, dat werkt niet. Maring the Crow. Dat kan ook nog, Maring the Crow. Grating the Tusk. Wat een kut. Ja, nee! Zitten op een vis, een zingende vislied. Ik zit niet meer op een vis. Nee, ik wou vechting. Nu ga ik alsnog niet vechting. Ik ga doding. Ik ga niet doding, want ik ga toch vechting. Heb jij last van stemmingswisselingen, Sander? Nee! Ik ga doding. What's going on? Roselia is dood. Oh, ik dacht, het gaan dus lokken. Maar hij is wel dood. Dus, dan ga je naar de Pokémon Centering. Die Centering. Heb je niet in deze game. Dat is het hele probleem. Dan ga je naar het kamp, je favoriete kamp. Waar je heel goed op geconcentreerd. Ja, maar straks kan ik me daar niet concentreren. Graveler avoided? What the fuck, Graveler? Graveler bedoel je? Weet je zijn naam? Hoe kan dit? Hij is 100% accuracy. Blijkbaar niet. Oh, hij is geobscuring. Nee, dat meen je. Ja, dat meen je wel. Oké, Flame wilde toch niks. Rockstar. Hij mag nog een keer. Oh, ik haat deze game zo erg. Hoe kan dat nou weer zo, Ray? Omdat alles tegen zit in deze game. Alles wat super effective was ooit, vroeger, heb ik niet meer. Very sad. Oh ja, Dustox. Ja, er is ook een Magma op het veld. En die Magma mag ook nog 5 keer achter elkaar. Ik hoor zuchting. Misschien because I am zuchting. Dat zou best wel eens kunnen dat dat de reden daarvan is, ja. Ik wil gewoon reballen, maar ik van hem af. Oh, maar dat... stom als hij niet zit. Ik heb nog een... Het is wel een graph. Ik dat je zei, I like great balls. Het is wel een graph. Ja, I do like great balls in Pokémon. Oh, in Pokémon? Dat knip ik eruit. Dat had ik ook niet anders van je verwacht hoor, dus. Okay. Confusion! Sylveon! Doe Hyper Beam! Oh nee, heeft hij niet. Waarom is mijn... Hoe doet dat zoveel? Oh, en ook nog Burnt. We runnen wel. Flattering. Latering. Burn, oh. Ja, die ja. Nee, dat is te hoog! Nee! Nee, nog meer Graveler-verse. Niet Graveler-verse. Oh ja, dat werkt niet. Nee, ga switchen. Nee, niet tegen Graveler-verse. Dat is Rock. Dan ben je zegt tegen Mr. Murkrow. Rustig blijven. Paniek! Oh jee, mijn Graveler-verse is dood. Je mag tenminste een Graveler-verse. Je kunt zeker niet. Je hebt hier zeker geen... Yo, we zijn lief. Je mag hier naartoe terugvliegen. Nee. Freaking. Ik dacht dat het wel zo was. Oh, ga ik dood. You dead. Growl. Live. Check me rennen dan, joh. Ik ben zo'n, volgens mij ben ik zo'n speedrunner, want dat was best snel. En ik was aan het rennen. Clover. En die heeft zo'n... Obama Snow. Mhm. Oké, ik ben dood.
Nee, nog niet hoor, maar ik ga dood. You do be leaking? Ja, ik heb een hunter. Oh, dat is best gunstig. Heeft hij al poison attack eens? Ja, dan moet ik Murkrow op overing. Oh, aerial ace is ook natuurlijk super effective. Freaking. Frock it, bedoel ik. Frick it. Gewoon aerial acing. Een one-hit KO, dat had ik niet verwacht, denk ik. Goed zo. Dat was ook wel zo'n super strong Ultra C-style move. Oeh, zo'n super strong Ultra C-style move? Ja, official. Ja, niet veel mensen weten hoe ze die moeten doen, maar ik weet dat gewoon. Ja, jij bent ook zo'n slimpie. Ik ben als een slimpie. Moet ik nu ook al tegen een muntje vechten? Ik wil helemaal niet tegen muntjes vechten. Oh, dit is een Toxicroak. Oh, nu moet ik wel met Hunter beginnen. Oh ja, Steltrock is hier een attacking move. Ja. Echt freaking. Wat was ik? Vergeting. Snapping. I. Do. Wie? Hiep. Nee, Hunter! Je mocht niet doodgaan! Hoezo kan een Toxicroak ook mubbom? Eigenlijk best logisch hoor. Ik wil gewoon even haten, oké, okay, lap. Ja, ik laat jou lekker haten. Zo, thank you, darling. Thank you, Welling. Oh, alsjeblieft, ding. Stronging, styling, aerial, tats, ace. Area tats, ace? Area tats, ace. My favorite Pokemon move. Can we have a little bit of more of that? Dat zou in theorie wel kunnen. Yo, echt? Ja. I like it. Coin is dood. Oh, nu die laatste bitch. Charm, maar ze is helemaal niet charmful. Het is weer die. Ik wou weer zeggen. Oh, het is helemaal geen bitch. Oh, zij? Ja, zij is toch een bitch. Dat was hetzelfde persoon. Toen ging het. Ja, dat klopt. Oh, right on these nuts. Ja, dit gaat fucking. Ik kan hier niks tegen doen, nee. Niks tegen doen, nee? Nice als je neutral. Ik kan het proberen. Ja, die zijn toch allemaal dood, omdat ik net tegen zo'n Magmar vechtte. We blijven dan een revive. Oh ja. Heb ik een revive. Mogen ze niet 2000 keer achter elkaar? Oh nee, dat valt mee, dit keer. Nee, gelukkig maar 1500. Oh. Nou, dat scheelt. Nou, Bulldoze, Kadabra, Doobie Doding. Dewatting? Dewatting, zei je? Water, Bulze. The Lord Chuffle is evolved. Rhydon is dood. Ik heb gewoon. Oh, hij heeft nog een Pokémon. Nee. Oh ja, dat is die Gengar. Die Ganging the Gar. Strong style. Ja, dan ben ik doodzeker. Ja. Wel nee. Wel nee. Zegt hij ook al. Wel lief dat je in me gelooft. Nu ik nog. You were defeated. Come back with a stronger team. Noemen ze mijn team nou weak? Ja. Hé, hey, maar ik ben wel veel health. Oké, wacht. Wie wil ik als eerst gebruiken? Eerst kwam een guy. Het Bamasnow. Toen kwam een girl. Ja, een Bamasnow. Ja, dan moet ik of met Hunter of gewoon met die of Murkrow wat. Ik ga eerst doen met Hunter. Dan krijg je die andere bitch. Alleen ik weet niet meer wat dat was. En dan krijg je Rhydon. Oh ja, Toxicroak. Freak. Dan heb ik wel die Murkrow, die lijpe flavor nodig. Iedereen die doet mee. De lijpe ringer ring. Oh. Nee, hij heeft zijn tokkentje buiten boord. Huh? Oh, Hunter, als hij dus inkomt, dan doet hij zijn tongetje buiten boord. Oh. Ie. Dat is leuk. En eng. Abomasnow? More like Abomination.
Wow, wat een haat naar Bomasnow? Nee, ja, hij is dood. Dus het is hem even trash talking. Oh ja. Trubbish talking. Kun je geen trubbish zeggen in mijn video? Het is dat niet is mijn video. Video, never mind. Hier zie je, dat wordt alweer. Sorry. Ik word weer ingelijst. Je wordt weer ingelijst. Het is niet. Sorry for the licing inning. I shall never licing the inning. Ik beloof niks trouwens. In de kleine lettertjes is het nog zo. Dit is geen belofte. Neem dit niet serieus. Als je het wel serieus neemt, ben je een loser, boy. Stond gewoon in de algemene voorwaarden die jij geaccepteerd hebt, hoor. Dus dat kan niet mijn fout zijn. Nee, dat is niet jouw fout. Dan heb jij hem niet doorgelezen. What? Iedereen leest toch de hele algemene voorwaarden altijd door. Dus dat vind ik wel crazy eigenlijk, als je dat niet zou doen. Ja, zou je dan iemand een crazy guy vinden? Ja, best wel. Ik bedoel, kom op, wie leest nou niet de hele contract van algemene voorwaarden door? Ja, dan ben je wel een loser boy als je dat niet doet. Precies. Nee, serieus, zijn er mensen die dat niet doen? Tuurlijk zijn er mensen die dat niet doen, zoals jij. Yo, nu word ik ingelijst, ding. Ja, maar ik heb wel gelijk. Dat is waar. Zie. Tuurlijk. Yo, hete voeten, Arcanine. Hete voeten, Arcanine. Oh, jij bent al verder, joh. Liep over de lava heen. Mr. Lava Lava. Roselia. Dat is slim, want dat is super perfect, ving. Die kan alleen maar absorb, gozering. Wat doe ik met mijn leven? Oh ja. De vraag is, wil ik naar D-Watt zo uitzenden? Want dan krijgt hij wat damaging. Of wil ik bijvoorbeeld Dustock circle? Nee, ik ga gewoon naar D-Watt, fuck it. En dan gaat hij wel dood. Ik heb healings items als het goed is, dus. Oh, ik ben nog een keer, joh, gek. What the frick? Eng. Ik denk dat Water Pulse zonder Strong, Super, Agile, C ook wel lukt. Ik zei Agile erbij, dat hoort niet. Hex. Hier, deze Gengar, echt niet normaal. Hij is aan het hacken. Hij zegt het zelf ook gewoon. Yo, ik gebruik Hex. Nu is het de Perry? Want hij is cheating. Die vind ik leuk. Dat vind ik wel leukie. Oké, ik ga switchen. Switching the itching. Itching. To be switching. Oh, get drowsy. Niet get drowsy. I hate getting drowsy. Oh ja, in deze game kan het zijn dat ze gewoon attacken bij sleep. Haha, charm, more like, geen skill in battles. Ja. Dat is gewoon zo. Dat klopt, ja. Sorry als ik een beetje laat of niet reageer, want ik ben druk bezig in de Arcanine battle. Hij moet weer flexen dat hij verder is dan ik, hoor. Oh, ik ben dood. Dood? Dood. Kijk, paring noemen ze dat ook wel eens. Kapar. Freak. Ze hebben nog 5 uur aan cutscene. 5 uur aan cutscene? Weet je wat ik dit vind? Kering. Cutscene. Snap je hem, want kut en dan zien tussen haakjes ervan. Je wilt gewoon graag een kut zien, ik snap het wel. Nou, dat wel, maar een kut zien hoef ik niet. Zoals in deze game, die alleen maar bestaat uit kut zien, wat fucking saai is. Als je hem voor de tweede keer speelt.
hoe evolved deze Growlithe ook eigenlijk? Er zit toch helemaal geen Firestone in de buurt? Of was dat... Ik weet niet of deze ook met de Firestone moet eigenlijk. Ik dacht van wel. Ik heb een Growlithe, dus ik moet het wel even proberen binnenkort. Laat me gewoon de Arcanine vangen en verslaan. Nou, ik ga weer dood omdat ik er niet bij kan. What happened to him? Laat me nou gewoon die guy verslaan. Ik vind cutscene in Pokémon echt het irritantste wat er bestaat. Ja, het hoort er een beetje bij. Maar maak er dan vette cutscenes van, zeg maar. Gewoon met ingesproken cutscenes. Ja, net zoals dat ze bij Leighton doen, alleen dan niet altijd. Dat is het enige vage van Leighton. Ja. Maar dat zijn wel de vette cutscenes, dat het gewoon echt ingesproken is. Ja. We need some bombs. Geef me dan die fucking bombs. Mr. Bitch. Game & Watch. Iridia, bitch. Good. What's the difference? Growlithe favorite food. I don't care. Sorry. Ik zal niet meer zeiken op de... Ah, nog meer. Nee. Jawel. Oh, hè. Finally. Are you ready? Ja, sure. Ik ga toch wel verliezen. Beast dude. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ga fucking hard winnen, man. Deze Arcanine is zo van... What the frick? What the frick? Dat. Dat doet hij. What the freaking? Kijk, hij doet nu al what the freak. Ik heb de move gemasterd. Hij is de Jezus van de lava, volgens mij. Want hij liep over dat lavantje heen. Dan is je vast heet. Hete babes in de buurt. In de area. Namelijk Arcanine. Wacht even, hoe werkt... Oh ja, zo werkt... Oké, okay, zo werkt crazy doen. Ja, zo werkt andere crazy doen. Nee. Sorry. What the fuck gebeurt hier allemaal, jongens? Ja, ik ging even dood. Maar dat geeft niet. Nee, ketzooi. Ja, ik ga weer dood. Zeg maar dat het niks geeft. Nou, het geeft eigenlijk wel... Kuddingezooi. Oh, hoe heb ik dat gedaan? Nu gebruik ik Hex. Met zo. Magische poeder. Met magische poeder bedoel ik, ja. Oké, okay, ik heb één balkie. Oh, dat was mijn... Send a Pokémon to battle. Ja, fuck dat. Ik ga gewoon... Send them on us naar battle. Ik was zo'n Pokémon die te hoog level was, zeg maar. Ik disobeyde. Nee, ik ben dood. Dit was dom. Ik had Pokémon in de battle moeten zenden. Zetten in de battle. Ja, ja, ja. Will you attempt restart continue battle? Keep previous progress. Ja. Anders ben je heel lang bezig. Precies. Dank je verzekering. Wat ook zo'n leenwoordje is trouwens. Dat voor de mensen die dat nog niet wisten. Ja, en ik ben dood. Okay. Als je nou klaar bent zo meteen hè, met je ding, zullen we dan de aflevering beëindigen? Ja, is goed. Kut, sorry. Ja, niet dat we de aflevering beëindigen per se of zo hoor, maar gewoon omdat ik slecht ben. Slecht in de Pokémonen. Nee, dat ben ik nooit geweest. Ah, nee. Oh, dat was dom. Ja, maar wat... Freaking.
Zo gaat het lang duren. Continue battle. Keep progress. Okay. Godsamme. Hoezo godsamme? Nou, het wou niet. Oh, dat is niet chill. Chilling. Rain. Dat is van die rain. Zeker niet chilling. Chilling rain? Net hadden we al Evolving Skies. Ja joh, gek. We zijn zo slimpy. Ze krijgen ook nog Silver Tempest. En een Hard Gold Tempest. Dat is niet logisch, want je zei niet Soul Silver Tempest. Nee. Dus dat was toch gewoon nergens op. En Gold Tempest, kijk, dan kan het wel. Ah. Oh, wat grappig. Nee. Ja, dan had ik hem wel meteen grappig moeten maken. En niet pas vijf jaar misschien later. Misschien zou het helpen. Vijf jaar later. What the frick? What the frick gebeurt er? Mag spoelen? Alles wordt rood. Vandaag is rood. De kleur van jou. Clipping. Oh ja. Of van je beeldscherm? Ja, dus wel. Ja. En van wat rood hoort te zijn? Nee! Wel? Jawel, maar ik ben dood. Omdat ik in de vloer zit. Nee, Sandering! Ik was echt op 1 HP, hè? Yo. Niet op Restart Battle drukken nu. Dat zou heel ziek, zuur zijn. Ja, voor jou zou dat heel ziek zijn, want dan heb jij zo'n voorspronging. Spronging de voorring. Jij hebt toch wel al dat tweede kamp... Nee. Niet? Niks aan de hand. Nou, voor mij wel dus. Ik heb het niet. En jij wel. Nee, maar ik heb het ook niet. Oh. Ik dacht meer van, hoe is die Sandering daar aangekomen, dacht ik. Kom nog wel. Kabooming. Arcanine doet zo van, what the freaking. Het kostte me wel echt 5 keer, dat is jammer. Dat is what niet the waar. Freak, what the freaking, what the freaking? Nee, het kostte me 3 keer. Wat is je loog? Nou, ik overdrive. Overdriving. Het was wel zo'n overdrijving. Yo, Kenny Wolf? Maar dat zien jullie de volgende aflevering. Vond je dit nou zo'n leuke video, Ing? Nee. Ja, we hebben eerst nog 5 jaar. Omhoog, we hebben eerst nog 5 jaar cutscene. Dus... Ja, maar dat is op zich niet erg. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Bye. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je graag bij de volgende aflevering van Pokémon Legends Arceus Quest Battle. Adios, amigos.